Hallo, welkom bij een nieuwe episode van de Koffie. Dat is al één trouwe fan en volger. Vandaag staan we op de biomarkt. Vooraleer dat we zo doorgaan naar onze koffiewedstrijd. En we hebben hier al heel wat mensen blij gemaakt. Dus dit is de eerste keer dat we onze koffie nu op de bar zetten. En een beetje fine-tunen hoe dat die proeft. Maar mijn mening is iets te licht geroosterd. Dus ga ik hem de volgende keer iets gedonkerder branden. Nu is die iets te fruitig en heeft hij een klein zuurtje erin. Sommige mensen zijn er wel fan van. Ik persoonlijk in cappuccino's en lattes iets minder. Maar kijk, ja, dat is de eerste keer. De volgende keer wordt dat beter, hè. De biomarkt zit er vandaag weer op. Wij maken ons nu klaar om terug naar het magazijn te rijden, de fiets uit te stockeren en dan maken we ons klaar om door te gaan naar Antwerpen. Good luck to us, I guess. En we gaan dat gewoon winnen, hè. Ik ben ondertussen nog naar Julie's house geweest om daar de bananenberover voor volgende week op te halen. Nu ben ik net thuis van de wedstrijd. We hebben helaas niet gewonnen. 8-2 uit in de eerste ronde. Het waren stevige tegenkandidaten natuurlijk. Jammer, maar helaas. Kijk, volgende keer beter. Maar morgen is het sowieso weer een dagje koffie branden. Maar nu is het bedjestijd. Slaap wel. Goedemorgen. Dus gisteren niet gewonnen met de Aeropress. Jammer genoeg, maar wel verloren van twee mooie kandidaten. We beginnen gewoon weer met koffie branden. Het gaat stevig en druk genoeg zijn bij onszelf. We hebben deze mooie tas alvast gewonnen. En daar gaan we nu al snel een koffietje in zetten. Let's get roasting. Terwijl het de koffiebrander aan het opwarmen is, gaan wij ons voorbereiden. We are ready to roast. Yep. Nog snel even een nieuw koffietje maken. Ik ga nu een beetje kutten, aangezien ik eigenlijk zoveel geheugen opgebruik met dit te proberen maken. Ja, fast forward. Yo, ik moest vandaag invallen achter onze vaste bar in PPS, want onze student die dat daar normaal staat, was ziek. Maar het was wel nog een keer fijn om koffietjes te kunnen zetten in die bar.
Yo, ik ga mij nu klaarmaken om Robin nog te helpen op de laatste campusdag. En dan zit ons dagetje er weer op. Kom maar mee, bro. Ja, hier ben ik ons event zelf vergeten te filmen, maar tegen volgende keer fix ik daar iets op, zodat jullie kunnen meegenieten van wat wij doen achter de schermen. Welkom bij een nieuwe dag van de koffiets. Vanochtend heb ik eigenlijk gewoon heel veel espresso's liggen testen. Zien hoe dat koffie smaakt op espresso. Eerst moet koffie eigenlijk een beetje afkoelen, een beetje rusten. Alle gassen dat er nog in de koffiebonen zitten van te branden, dat die eigenlijk een beetje vrijkomen. En eens dat dat gebeurd is, dan gooien wij die hier op de molen. Zien wij hoe dat die eruit komt en of dat we nog enkele aanpassingen moeten doen voor de volgende batches. Jullie vragen waarschijnlijk, wat gebeurt er nu met die oude koffie? Daar hebben wij zelf een oplossing voor gevonden. Aangezien dat wij zelf ook heel veel koffie gebruiken op de koffiets, zijn we nu ook begonnen met een blend. Standaard bestaat deze uit Brazilië en Colombia. Maar als wij koffietjes testen, kan er af en toe ook wel een kilootje Tanzania of een kilootje Indonesië tussen zitten. En dan gaat dat een blend een klein beetje aanpassen van smaak, een beetje fruitiger, een beetje funkier. Nu steekt er bijvoorbeeld een beetje koffie in van de kleine kunst, de El Cani. Dat is een fruitachtig, een beetje strawberry-like koffietje. Wij waren nog niet 100% content van het profiel, dus die steekt hier al terug in en de kleine kunst krijgt de koffie zoals dat ze gewoon zijn. Let's get roasting. Terwijl onze machine aan het opwarmen is, zullen wij ondertussen een koffietje maken, zeker? Vandaag kies ik voor de French press. Ondertussen is onze koffiebrander ook al klaar, dus kunnen we ook al ineens beginnen branden. Aan een French press is eigenlijk niks moeilijk. Ongeveer 1 op 16 water en koffie. Zeer grof gemalen. Het water moet ongeveer 93 tot 95 graden zijn. En na 3 minuutjes is hij klaar. Dus heel traag naar beneden duwen en je hebt je koffietje. Dus vandaag deze pakketjes gemaakt. Kilootjes, nog 4 extra kilo hier ook. Ik heb de koffie ook nog gebrand voor de biomarkt en dan nog voor een koninklijke klant van ons. Wel, ik ga de pakketjes afleveren en dan ga ik naar huis. Tot morgen. Dus nu onderweg naar Robin. Het is vandaag Dunon en ik heb hiervoor een evenementje gehad en dat is eigenlijk mega druk geweest. Onze machine was niet sterk genoeg. Het positieve is wel dat we daar waarschijnlijk wel wekelijks mogen staan. Dus deze zaterdag keren we terug naar daar met de grote bakfiets. Dat zal ik dan wel dus opnemen. En ik ga weer nu een beetje op de weg focussen, jongens. Bye bye. Hoi, welkom bij de laatste dag van de vlog, I guess. Dus deze week heb ik een beetje te veel content geprobeerd te krijgen in een kort video. Dat ga ik volgende keer een beetje beter leren spreiden. Maar vandaag is er gewoon een beetje koffie branden op de agenda als eerste. En dan rij ik samen met Robin door naar een nieuwe campus van Hoogent om daar koffietjes te verkopen. Kom maar mee.